Aan de rand van Den Haag verrijst een stad met vele aardige geveltjes en pittoreske gebouwen. Het centrum van de gemeente is er al en aan de buitenwijken wordt hard gewerkt. Het typische van dit fraaie stadje is dat alle huizen onbewoond zijn. Er leven geen mensen. En dat kan ook niet, want het stadje Madurodam, zoals het heet, is een miniatuurstad. De architect Bauma uit Enkhuizen heeft een uitgebreid plan ontworpen voor de anderhalve hectare die het zal beslaan. Alle vormen van architectuur zal men er te zien krijgen, van de 13e eeuw tot het heden. Na een druk op een knop ging er een miniatuurtrein rijden. Het stadje was daarmee geopend. De bouwwerken die er zijn verrezen zijn veelal fraai van architectuur, zoals het kapitale stadhuis en de ambtswoning van de burgemeester, een 19e eeuwse villa. Dat Madurodam een uiterst moderne stad is, blijkt ook uit de prachtige verkeerswegen die zij bezit. In het bioscooptheater van de stad draaien, hoe kan het ook anders, de Polygoon Profilti journaals. En dat verklaart meteen de grote belangstelling. Woningnood is er niet. Er staan zelfs huizen te huur. En er wordt nog flink gebouwd. Op de openingsdag stond er een flinke bries die de wieken van de molens lustig liet gaan en die een van de scheepjes in de haven deed kapseizen. Maar dat was gauw verholpen. Het stadsbeeld van Madurodam heeft er nog meer leven bij gekregen, zoals bijvoorbeeld in de moderne woonwijk, waar de hele dag door een pyramid draait. De herringman verkoopt er de hele zomer door aan dezelfde mensen dezelfde Hollandse nieuwe. Wie op een warme dag vermoeid is geraakt van zijn bezoek aan deze stad, kan zich althans in gedachten neervlijen op het gezellige strandje. Een groep jeugdige bezoekers trof de Engelsman Gulliver aan, die op een van zijn vele reizen hier door de Lilliputters gevangen was genomen. Op de dag van de heropening werd Gulliver bevrijd. Hij kon toen vaststellen dat er tijdens zijn winterslaap wel wat gebeurd was. Zo is er bijvoorbeeld een hypermoderne kraakinstallatie bijgekomen voor de vervaardiging van hoogwaardige benzine, en de reeds bestaande olieraffinaderij werd uitgebreid. Met een bezoek van 500.000 toeristen per jaar begint Madurodam een ernstige concurrent te worden van de andere grote steden. Imposante kantoorgebouwen, waarvan sommige wel 3 meter hoog, markeren het zakencentrum van Madurodam, de kleinste maar misschien wel meest bezochte gemeente van Nederland. Elke bezoeker wordt er op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Madurodam, dat nu 25 jaar bestaat, werd in 1952 door de toen 14-jarige prinses Beatrix geopend. Ik ben heel blij dat ik het burgemeestersambt van deze stad mag aanvaarden. En wil mijn moeder daarvoor hartelijk dank zeggen. 2 jaar geleden werd in het kader van het monumentenjaar deze fraaie replica van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch op Madurodam neergezet. Uitgevoerd zoals alle gebouwen op een schaal van 1 op 25. In het havenbassin zijn tegenwoordig ook de containerdiensten vertegenwoordigd. En op de luchthaven wordt al rekening gehouden met de mogelijke aanschaf van de Concorde door de KLM. Madurodam blijft een unieke stad. Ook al doordat de exploitatieopbrengsten voornamelijk worden uitgekeerd aan instellingen die werkzaam zijn in het belang van de Nederlandse jeugd.